Goedenavond, zou ik maar zeggen. Weer, hè? Goedenavond, thuis ook natuurlijk allemaal. Hartelijk welkom. Voor de laatste keer op zaterdag, want vanaf komende week zijn we er op donderdag. Elke donderdag, niet meer op zaterdag, dit is de laatste zaterdag. Dus aanstaande donderdag zijn we er alweer. Goedemiddag. Zwabbedoebabbedoebab. Oh yeah. Heb je ook gelezen vorige week in de krant? In de krant. Heb jij de krant niet gelezen? Vorige week. Ze zijn namelijk in de EEG zijn ze het eindelijk eens geworden over de maat van het eurocondoom. Ik wist ook niet dat het bestond een eurocondoom. Maar nu begrijp ik dat woord lidstaten. Begrijp ik niet. Ze konden het eerst konden ze niet eens worden over de maat. Die Duitsers lagen weer dwars. Die wilden zelfs gewoonlijk alles weer greuzer, weet je wel, alles moet greuzer worden. Want ze riepen gelijk, das kleine menschen is immer der Schwanz. Kleine man is altijd een lul, zeggen wij altijd. Das kleine menschen is immer der Schwanz. Of, zoals de Fransen zeggen, le petit homme, c'est toujours le... Wat is Frans op zijn zwans? Zwans moet een vrouw. Le bifi, laten we zeggen le bifi. C'est toujours le bifi, zo moet je dat zeggen. Mijn buurvrouw die heeft trouwens een hond die heet Beffy. Maar dat weet jij wel, hè? Ik. maar goed, die Duitsers die begrepen het dus niet. En die voorzitter van de EEG die probeerde alsmaar uit te leggen aan die Duitsers. Die zei, let op, voor de laatste keer. Het feit dat je een grote zwans bent, wil niet zeggen dat je ook een grote hebt. Zwaai dat bedoel, boedoe, NCRV, oh ja. Yeah. Wow. Hebben ze ook overal gezien, die posters bij de bushalte? Die grote posters, kijk, hier komt er zo eentje, deze hebben jullie ook gezien. Die wonderlijke posters, hè. Ik wist helemaal niet wat het betekende, ik heb het staan kijken, ik begreep er niets van. Ik denk, wat staat er nou? Ik reed er de stad, ik denk, wat staat er nou? Ik kon niet begrijpen wat daar nou stond. Goedkast. Heftiger dan gootsteen. Ik kon er niks anders van maken. En ik zat het zo te vertalen. Ik denk, goed kast, heftiger dan gootsteen. Waar gaat het over? Dus ik lette die doppers. Bam! Ik rijd zo achter op lijn 12. Ik kwaad natuurlijk, kwaad. Gelijk een boze brief geschreven naar die superballen. Hoe heet het, station 6. En ik heb het kort gehouden ook, hoor. Ik heb een briefje geschreven en heb ik alleen maar opgezet. Zwaar! Ja, u denkt misschien, waarom doe ik dat iedere keer? Dat zwaait up, doe doe boop boop bee. Maar Edwin Rutte heeft een nieuw programma. Heb je al gezien, smiddags? Edwin Rutte, welkom bij, of goedemiddag. Hallo met Edwin Rutte, geloof ik, weet niet veel. Leuk programma, nieuw programma. Ik hou van Edwin Rutte, veel leuk hoor. Ik ken Rutte, ik ken hem al. Nou, hoe lang ken ik hem al? Ik ken hem van school al. Van school. Ik heb samen met hem in de klas gezeten, maar hij is niet slim, hoor. We hadden dezelfde cijfers, kun je nagaan. Nou, ik wil niet zeggen dat hij dom is, maar hij is al 3 keer aangereden door een geparkeerde auto. Nou, dat is toch knap. Hij stuurde me van de week een fax met een postzegel erop. Nou, hoef ik niet te zeggen. Fax met een postzegel erop. Ik weet dat hij inlichtingen heeft gebeld voor het telefoonnummer van 0611. Nou, dan ben je toch verder. Laatst moest hij zo lang wachten op lijn 10, toen heeft hij maar van nadigheid 2 keer lijn 5 knopen. Nou, blij dan. Oeh, ja. En daar in Engeland houdt het ook niet op, hè? Dus die Charles en die, hoe heet ze, Diana. Hé, houdt niet op, toch? Ga maar door, die Charles is een raar. Laat weer, Prins Charles, hè. U weet toch dat hij die vriendin had, hoe heet ze, Camilla, weet ik veel. Camilla nog wat. En er waren ooit telefoonsprekken afgeluisterd tussen die twee, hè. Tussen Charles en tussen die Camilla Hutsenfluts. Waarin hij vertelde, ja, waarin hij vertelde dat hij graag haar slipje had willen zijn. Hij had een slipje willen zijn. Nou, dat moet je dan niet verdammen. Sterker nog, hij vertelde ook dat hij wel haar tampon zou willen zijn. Haar tampon. Hij haar tampon met die oren. Die komt er. Dat doet zeer. Dat doet zeer. Oh. Nee, die Prins Charles, dat kan nooit. Hij heeft model gestaan voor die Always met die vleugels, weet je.
Hij loopt intussen loopt hij ook bij een psychiater, hè? Loopt hij bij een psychiater? Ja, loopt bij een psychiater. En die psychiater die zegt tegen Charles, wacht even, die zegt tegen die psychiater had er een woord voor, die zegt tegen Charles, u heeft een niet verwerkt Oedipus-complex. Hè? Oedipus? Oedipus. U hebben niet ver... Ik weet niet hoe je het uitlegt. U hebben niet verwerkt Oedipus. Ik dacht dat het een film van James Bond was. Is dat geen film? Hij had een niet verwerkt Oedipus-complex. Dat wil dus zeggen dat hij eigenlijk dus liever met zijn moeder had willen slapen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar dat is natuurlijk onzin, want zijn vader wou niet eens met zijn moeder slapen. Dus dat ik... Maar goed, dames en heren, u heeft hem vast al gezien en gehoord. De pianomaan van Ede. De WHO-gat van Nederland. Fokkers laatste hoop, de schrik van Doetinchem, dames en heren. Jan Rietman! We hebben vanavond natuurlijk weer een hele leuke show, mag ik wel zeggen. Vergeet dus niet, hè, volgende week zijn we ook met deze show weer, maar dan op donderdag dus. Hè, elke donderdag, niet meer op zaterdag, dit is de laatste zondag. Volgende week donderdag ook, maar vanavond ook weer. Hebben we dus wijdbeens, we hebben nieuwe dierenkunstjes met de Animal Tricks. En we hebben weer een aflevering van de internationale buurt, super. Maar zo dadelijk hebben we natuurlijk, thuis bij. Maar hier is hij dus eerst, Wijdbeens Report. We zijn aangekomen in Zwolle. We zitten in de IJsselhal. Daar is de poppenbeurs. Naast mij zit een... u bent een handpop? Ja, een handpop. Een handpop. Hoe bewegen ze u? Zo steeds met de handen. Nee, vrouwenkul, u gaat erover, hè? U hebt er verstand van, toch? Niet echt, hoor. Nee, daarom. Daarom praat ik ook even met u. Is het gezellig binnen? Het is heel gezellig. Dan gaan we daar even kijken. Poppenbeurs. Oh, dan moet er wel wat aan gebeuren. Ja, er moet van alles aan gebeuren. Ja, ja. Maar hoe zie je nou wat de bovenkant en wat de onderkant is? Dit is de bovenkant. De bovenkant is altijd wat boller dan de onderkant. Maar het is een soort IT nou, hè? Ja. Maar dat wordt die. Maar dat wordt soepel. Ja, ja, IT wordt die. Ja, echte haren erop, echte haren pruiken zitten. Ja, ja. Hoe kom je aan die haren? Ja, of van de hond? Kopen. Nee, nou, er zullen wel hondenharen, echte haren hondenharen bij. Nee. Maar zit uw hond onder de kale plekken nu? Nee hoor, ik heb geen hond. Oh, je hebt geen hond. Moet ergens tussen... Ja, hier hangt hij. Dat is het voorgevormde kopje van Ursel de Geers. Je volgt niet met klei, lijkt je op Ursel. Maar ja, veel dingen die je volgt niet met klei lijken op Ursel natuurlijk, hè. Hoe godgek. Wat is dit? Tommy Rotkring. Oh, echt waar? Ja. Kun je het vinden? Ja. Ja. Oh. We hebben net een paar ogen gekocht. Paar ogen gekocht? Ja. Hoezo? Kan je niet goed meer zien? Ik kan niet goed meer zien. Oh, ja. Wat handig, je koopt zo wat nieuws voor die jongens. Ik heb wel een paar nieuwe ogen. Ja, ik zie het. Oh. Oh god, ze kijken hier zo aan allemaal, hè? Ja. Wordt eng eigenlijk, hè? Maar jawel. Ja, hebben jullie nieuwe ogen? Ja, waar was het? Bruin. Waar was het voor? Voor een pop. Oh, zijn ogen niet meer goed? Nee, die moeten er nog in gemaakt. Oh, het is een nieuwe pop. Oh, wat hebben u gemaakt? Ach, niks, kijk nou wat niks, leuk. Kijk nou leuk hier, Tineke de Nooi. Schattig, hè? Hier iets wat ze in België niet hebben dan? Er zijn wel andere standen toch wel. Oh, oh. Hebben jullie al gekocht? Voorlopig nog niet, nee. Maar ik heb wel 6 poppen thuis zitten, hè. Ja, ja. Die mochten niet mee? Nee, ze mochten niet mee. Nee, ze mochten niet mee, nee. Maar maak u ze of maak u ze? Ik maak ze niet. Ik mag de kleren ervoor. Oh, u maakt ze? Nee, ik maak ze ook niet. Ik fotografeer ze. U koopt ze? Ja, je en u kleedt aan. En u kleedt aan. Blote poppen en u kleedt aan. Ja, ja. Het is opgelost, maar zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Kom je voor de poppen of kom je voor de beren? Nee, voor de poppen. Ach, voor de poppen. Ja. Maak u ook poppen? Nee, jammer. Nee. Oh, u koopt ze en u zet ze neer, leuk. Ja, ach, om naar te kijken. Om naar te kijken. Leuk zijn ze om naar te kijken. Ja. En ze kijken terug. Je hebt er geen last van ze? Nee, en ze halen niet. In. En ze pissen niet in de broek. Je hebt er geen last van. Geen Wassie. Geen Wassie. En geen Adriaan. Nee, zo. Waar maakt u dat gezicht dan van? Porselein. Oh ja, in de... Ja. Is allemaal handgemaakt. Helemaal hand? Ja, natuurlijk. Maar het is wel schrikken geblazen natuurlijk. Als de visite de oven open doet, dan ligt ze... Hè? Die ligt te bakken daar. Wat moet even gebakken worden natuurlijk, hoor. Hij kan ook helemaal op zijn knietjes zo. Ze maken wat, hè. Oh, ik ben dus een pekel. Vind je geen drolletje? Nou, leuk, hè. He? Oh. Nou, ik vind het zo leuk. In het echt heb je ze niet zo gauw op de knietjes, hè? Nee. Jammer genoeg niet. Nee.
Nee, niets meer over te vertellen. Ja, maar leuk, dan kan je, kan... Leuk, maar dan kan je dagen mee bezig ja, zijn. Oh, jeet, dan zet je weer op zijn knietjes en dan zet je weer op zijn kontje. Ja. Leuk, hè? Als een tongetje eruit. Zijn tongetje eruit, dat vind ik ook altijd leuk. Zijn tongetje eruit. Het is net een hijgend hert. Het is net een... Ik zou het niet zeggen, ik denk misschien alleen drie uur, maar u hebt gelijk hoor. Het is inderdaad zo. Spaart u ook beren? Nou niet spaar, ik vind ze wel leuk. Ja, maar zoals als hobby geen een paar beren in de kamer. Ik heb wel een beer thuis, ja? Maar dat is van vroeger nog even. En die knuffel je ook af en toe is zo? Af en toe, ja. Af en toe is het heel verdrietig. Dat is lekker, hè? Ja. Dan moet je hem even knuffelen. Even, maar dat zijn van die intieme momenten, daar praat je liever niet over. Dat is, dat is tussen jou en de beer. Dan moet je niet aan iedereen vertellen, nee. Nee, dan moet je niet met iedereen over praten. Ik heb mijn beer, die heet Urzel. Urzel de beer. Ja, Urzel de beer. Oh, is dat de geer? Ik haal ze altijd door elkaar heen, natuurlijk. Hebben u twee poppen onder de trui verstopt ook? Ja, ik heb twee poppen, maar dat ga ik niet zien. Nee, die hou je voor jezelf. Nou, die hou ik voor mezelf niet, maar dat doen we niet. Ja, gezellig zo'n beurs. Nou, dan komt er een knuffelbeer binnen, zeg. Godverdorie. Kijk. Nou, dan wordt op jullie gewacht, hoor. Dan wordt op jullie gewacht. Jongens, ze zijn daar. De knuffelberen zijn daar. Ja, hoor, dan komen de knuffelberen. Kijk eens, drie stuks. Snel, en terug je kraam in. En je gaat er niet meer uit. Jammer, hè, die beren. Ja, beren, je kan ze niet vertrouwen. Ze lopen zo weg, hè. Erg jammer. Ik ga alleen even naar het toilet, ga ik terug naar Aalsmeer. Dit was de berenbeurs uit Zwolle. Dat deed er even normaal. Ja, dat was wel wat natuurlijk, hè. Nou, zoals elke week, ik heb ze hier weer liggen, de roze formuliertjes. We hebben dus mensen in de zaal gevraagd. Van als je nou problemen hebt, die zegt van nou, ik heb een tijd lang niet met die of die gebeld. Of dat dorst ik niet, of er was wat aan de hand. Of ik maak me zorgen op dit moment. Wat doen, weet je wel. Maar jij hebt geen telefoon, ik wel. Dus dan los ik het even voor je op. Anita Voersum uit Den Haag. Vloes. Anita Voer. Voer. Voersum. Je kunt hier zitten. Anita, even kijken, wat staat hier nou? Voersma. Voersma? Oh, Voersma. Hey. Voersma, uit Den Haag. Ja. De administratief medewerkster bij de bank, zal wel. Verzekeringsmaatschappij. Oh, zoiets. We gaan even bellen met Patricia van Riel. Ja, dat is mijn dochter. Oh, dat is je dochter. 17. Ja. En heeft al 2 weken vaste verkering. Ja. Een unicum. Unicum. Hij is nu alleen met hem thuis. Ja. Ze moet oppassen op haar broertje en zusje. Ja. Als dat maar goed gaat, schrijft zij erbij. Dus we moeten even vragen of het goed gaat. Ja. Dat zal best wel goed gaan, toch? Jawel, ze vermaken zich wel. Ja, oh, ik weet zeker dat ze zich vermaken. Ik denk dat wij heel erg storen, weet je dat? Ja, misschien wel. Ja. Zal mij benieuwen hoe lang het duurt is ze die telefoon opnemen. Patricia, 17 jaar. Hoe heet de vriend? Ronald. Waar begint het al mee? Hij ligt ernaast. Ik weet niet wie ernaast ligt, maar er ligt iemand naast. Ik bel nog, misschien heb ik niet goed gedraaid. Ik bel nog een keer, goh. Ja, ze hebben gelijk, je gooit er gewoon, weet ik veel. Oh, lag die ernaast? Oh, oh, dat, oh, dat heb ik niet opgevallen. 3, 9... Heel nummer, we moeten tegenwoordig lange nummers bellen. Vroeger was het veel korter. Ja. Maar ja, hij legt er nog steeds naast. Ik denk ook niet meer dat het goed komt. Ik denk niet dat het goed komt. Nee, hij ligt ernaast. Nou, gelukkig, hij ligt ernaast. He? Dat is nog heel erg gerustelend. Bedankt, toch? En ik heb hier even kijken. 2 tegelijk. Annemiek Smit en Tine Smelen. Kom maar. Kom maar. Oh, kom maar. Hallo. Hallo. Ja, zelf. Alle 2 hebben jullie een... Oh, no, no, no! Wat is er?
Ik denk, dan zal ik eens rustig wachten hoe lang dat nou duurt. Dat... Kijk nou toch eens op als je op die dingen staat te slaan. Ik zit lekker te spelen. Zit lekker te spelen. Oren vallen eraf. Eens even kijken. Tinus, leuk dat je er bent. En Annemiek. Nee, Annemiek natuurlijk en Tinus, hè. Jullie komen alle twee uit Amersfoort, maar dat kan je ook niet helpen. Hè? Dat je uit Amersfoort komt. Er zijn wel meer mensen die uit Amersfoort komen. En magazijnmedewerker, servicemedewerker, maakt ook niet uit. Maar ze zijn hier omdat wie moet er bevallen? Henny Smeelen, jouw zus. Ja. Zus. Henny Smeelen, die moet bevallen. Ze is hoogzwanger en wij wachten natuurlijk met spanning af of ze al begonnen is met... Die weet je, André, hoor, haar belt, heb je kans dat ze spontaan de water breekt van het lachen. En dan legt ze in een stuip in verband met het kind. Wat staat er? En ze ligt dan in een stuip in van... In een stuip in plaats van het kind. In plaats, nou dat hopen we toch niet, in plaats van het kind. Kijken of ze al bevallen is. Nou, we gaan de bellen. Hoe oud is je zus, Tinus? 33, denk ik. 33, dan al. Mooi. Nee, waar niet. Ja, wat heb jij ermee te maken? Oh, natuurlijk. Jij hoort bij hem natuurlijk, hè? Ja. Hebben jullie ook al... zijn jullie ook al... Ja. Is er al wat gekomen al? Bij jullie? Ja. Ja? Oh, maar is er... wat is het? We hebben drie dochters. Ach, echt waar? Had je een drieling dan? Nou... Want jullie zijn toch nog niet zo oud, toch? Nee, maar we hebben het in de etappes gedaan. Oh. Stukje voor stukje heb je dan de een. Wat leuk, drie dochters. God, wat leuk. Er zit een leeftijdsverschil in. Met die, ja, meeste tijd wel, ja. Als het in de etappes doet. Henny. Komt ze gelijk aan de telefoon? Ik hoop het. Hallo, met Christian. Hallo, dag. Is je moeder thuis? Ja, een momentje. Ja, alsjeblieft. Wie is dat? Dat is een zoontje. Oh, ze hebben al een zoontje? Een zoon en een dochter. Oh. Hallo? Hallo, met Henny. Hey, Henny! Ja! Hé, daar gaan we! Oh. Je doet het allemaal even, jongens. 1, 2, 3, 4, en... We helpen mee, hè, Henny. Hey, Henny, hallo. Leuk dat je aan de telefoon komt, want je staat op knallen, zeg maar. Het zit er aan te komen, geloof ik, hè? Hallo! Is dat het kind al dat ik nu hoor? Nee. Of zei je mij gedacht? Nee, ik kan me dat zo voorstellen. Hallo! Nee, Henny, je zwager, nee, je broer en je... schoonzuster. En je schoonzuster ja. Zitten hier naast ons bij de opname. En die vertellen dat je dus staat te bevallen. Of dat het weer zo'n punt van bevallen staat, laat ik het zo zeggen. Nou, we spelen. Allemaal even buiten. Wat zegt ze? Nee, ik zei tegen mijn kinderen, die zei hoe hier staat, ik zei dat is André vandaan. Oh ja, oh. Maar hoeveel kinderen heb je dan? Ik heb er al twee. Joh! Ja. Oh, dus het is al voorbewerkt een beetje. De verf is al van de muur, zal ik maar zeggen. Zeg, luister eens, maar als je nou over een week of twee, als het bevalt, heb je dan alles al klaarstaan in de kinderkamer? Heb je een groot huis daarvoor? Ik heb ruim huis, ja, en de babykamer is klaar, dus hij kan komen. Hij kan komen. Hij of zij, ja. Het kan komen. Het kan komen, Het kan komen. Nou, het maakt je niet uit of een jonge meisje is. Nou, je schoonzuster, die zit, die gaat leeft mee natuurlijk. Ja, zeker. Gaan jullie ook naar het ziekenhuis met de hele handel, videocamera's erop? Ik blijf gewoon met de hele handel thuis, hoor. Oh ja? Maar zit je het wel op de video? Nee, dat denk ik niet. Nee, want wij zoeken filmpjes nog voor... Het is een jong bedrijf hier, hè? Dus we willen jonge... Ja, maar we kunnen niet jong genoeg zijn in ieder geval. Ja, voorzichtig hoor, niet zo hard lachen hoor. Ja. Hey, Henny, hartstikke leuk dat je even aan de telefoon kwam. We wensen natuurlijk veel succes dat alles goed zou gaan. Maar dat zal wel goed gaan, want je schoonzus komt en je broer komt ook langs natuurlijk, hè? Ja. Oké, okay, voorzichtig. Dankjewel voor het babbelen. Dag, Henny. Bedankt, hè. Doei. Nou, alles gaat goed met haar, dus... Nou, dan gaan we nu even het programma onderbreken. Niet dat we iets te vertellen hebben of zo. We hebben eigenlijk helemaal niets te vertellen. Maar het wordt zo, zaterdag dan komt... ik zal het vast vertellen wat ze zo meteen gaan vertellen. Zaterdag komt Ron Brandstede weer. Leuk. Oh, met die honeymoon quiz, weet u nog wel. En dan die week daarop, zaterdag, komt Henny Huisman met de 1-2-3-quiz. Weet u nog wel. En wij gaan naar de donderdag. Dus wij op donderdag en hun komen op zaterdag. Maar ze gaan dat nu zelf aan u vertellen.